Het is 2-0. Niemand had gedacht, denk ik, dat we dit einde gingen meemaken, wat er vandaag is gebeurd. Niet dacht ik. Allee, ik heb de eerste wedstrijd ook, eerste helft ook gezien. Je komt na 3 minuten tegen 10 man. Ja. En dan denk je yes. En dan zie je de linksachter vertrekken met een solo. Ik denk dat hij 7 man voorbij dribbelt. Dan zeg je oké, 1-0 met 10 man, dat kunnen we nog recht zetten. En dan gaan we terug in de fout. Ook al vond ik ons voetbal in de eerste helft zonder veel kans te creëren. Ja. Toch redelijk goed. Maar oké, dat is tegen 10 man. Maar dan heb ik er wel nog geloof in. Omdat ja, we hebben ook kwaliteit op de bank zitten. En het was een nodige wissel in de rust. En ik wou gewoon geen kopjes naar beneden zien hangen. En dan geloof je, ik denk als je het laat hangen, dan haal je die overwinning zeker niet over de streep. En ik denk dat we goed gereageerd hebben. En ik vind het eigenlijk dat we het ons nodeloos heel moeilijk gemaakt hebben. En dat moet er wel uit. Dat stelt me wel een beetje teleur. Maar het is supermooi dat je dat vandaag recht zet. Ja. We moeten een klein beetje in de wet van de sterkste ondergaan in de eerste time. We spelen wel goed, gelijk dat je zelf ook aangeeft. We creëren eigenlijk ook weinig kansen opnieuw, die eerste helft vooral. Ja, klopt, maar je weet, als je komt tegen 10 man, ja, en dan kom je snel 1-0 achter. Dus dan weet je dat zij gewoon in blok gaan verdedigen en dan is het ook moeilijk. Dan moeten wij moesten heel veel kantelen, omdat we wisten wat systeem dat ze speelden. Dus, en dan is het soms een beetje met voorzetten en dat lukte niet echt. En dan creëer je eigenlijk weinig kansen, klopt. En de kleine kansjes die we krijgen, ja, die maken we niet goed af, niet overtuigend af. En dat is een werkpunt. Dat is een werkpunt. En de sterkste ondergaan, als ik daar mag op antwoorden. Ik vond ons de sterkste in de eerste helft, wat ook logisch is in balbezit. Maar wij worden snel gepakt als zij ten aanval trekken. Zijn wij te kwetsbaar en worden we snel uitgelopen. En dat was het geval de eerste helft. Ja. Dan heb je oplapwerk in de kleedkamer. En dan spelen we een totaal ander in de tweede helft. Ja. Een van de hoofdrolspelers is misschien toch wel weer Youssef. Hè? Ja, Youssef speelt goed en hij is nu al denk ik 3 wedstrijden beslist geweest of 4 wedstrijden. Hij heeft ook gesukkeld met een kleine blessure, dus dat was ook de reden dat hij niet startte vandaag. Maar ik ben blij wat ik gezien heb in de tweede helft van Youssef en zo is het echt een meerwaarde nu op dit moment voor het team. Ja. De klop dat we vorige week hebben gekregen, ik denk dat dit super veel deugd doet, of super meer deugd doet, automatisch natuurlijk. Maar dit hadden we een nodig, zo'n overwinning. Hè? Ja, dat is in de mensen motiveren als je de sfeer ziet in de kleedkamer. Dat heb je nodig als groep. En dan weet je ook de resultaten van de andere wedstrijden. Dat geeft je ook nog eens een boost. Hè. Ik zeg altijd, je moet niet kijken naar het tegenstreven, maar het kan wel een boost geven. En dat is zo vandaag. En ik ben blij, ze mogen ervan genieten. En we hebben nu nog 1 wedstrijd voor de winterstop. We gaan ons focussen op die wedstrijd. En dan mag even de riem eraf. Ja, het zal deugd doen, denk ik. Het zal zeker deugd doen. Merci. Youssef. Ik probeer je al weken voor de camera te krijgen en telke keren probeer je de dans te ontspringen. Maar vandaag kunnen we er toch echt niet over. Je bent al weken gigantisch sterk bezig. En vandaag ook eigenlijk weer ja, toch een beetje de matchbepalende speler. Ja, ik denk dat ik wel goed bezig ben. Heel de groep is goed bezig. En ik ben heel blij dat ik de ploeg kan helpen. Ja. Starten op de bank is nooit fijn. Je kwam terug van een kleine blessure uiteindelijk. Dus dan is het wel begrijpelijk dat je even de kat uit een boom moet kijken. Ja. De tweede helft zet je wel een stukje naar jouw hand uiteindelijk, hè? Ja, dat klopt. Ik heb vorige week niet getraind. Ik was een beetje aan het sukkelen met mijn knie. Ik ben nog altijd niet 100%. Maar vandaag wil ik sowieso erbij zijn en ik ben blij dat ik de ploeg kan helpen. Ja. Na het verlies van vorige week, doe een overwinning. Als je 2-0 achter staat, denk ik extra veel deugd. Dat smaakt extra zoet, denk ik, hè? Ja, zeker en vast. Dat was een moeilijke wedstrijd. Het was 0-2 tijdens de rust. Dus we hebben geprobeerd om dominanter te zijn en ik denk dat we verdiend hebben gewonnen vandaag. Ja. Hoe voelt het, Youssef? Hey, een tijdje toch man op overschot geweest en eigenlijk toch het nieuws hebben gekregen van te mogen vertrekken. En nu eigenlijk al weken zo bepalend voor de ploeg. Ik denk op zich is dat toch een goed gevoel, denk ik. Ja, zeker en vast. Het was moeilijk. De voorbereiding was moeilijk voor mij, want ja, zoals gezegd, ik moest vertrekken. Maar ik geloof in mijn eigen, ik weet wat ik kan en ik heb altijd mijn best gedaan op training. En ja, nu zie je dat alles goed gaat. Ja, je wordt ervoor beloond en uiteindelijk heel mooi beloond. Hè? Ja, zeker en vast. Als ik kan scoren of een assist geven en ja, als ik die ploeg kan helpen, ben ik altijd tevreden. Super, dan wens ik u verder veel succes volgende week en in de komende dagen een matje van het seizoen. Dank je wel. Merci. Bart, als een scheidsrechter een hoofdrol speelt, dan is dat meestal geen goed teken. Hè? Nee, inderdaad. Ja. Het eerste wat ik daarnet ook gedaan heb, is een keer de beelden bekeken van wat was er nu precies aan de hand. Ja. Ik vond het heel streng.
Het is een fout, maar ik denk dat de spits de bal eigenlijk te ver tikt. Dat hij gewoon voor onze keeper is, die hem makkelijk kan oprapen. Dus ik vind het heel streng. Ja. En zo is dat zelfs. Ik denk dat ik er eigenlijk weinig aan moet toevoegen. Ja. Als hij de hoofdrol opneemt en foto's trekt voor de wedstrijd en zo, ja, goed, dan weet hij eigenlijk al meestal hoe laat dat is. Ja. Ja, hij heeft de lijn ook voor beide partijen doorgetrokken op zich. Goed, die rode kaart neemt niks weg van eigenst. Dan moet je een ganse wedstrijd met 10. Je komt dan eigenlijk nog 1-0 voor. Je gaat 2-0 de kleedkamer in. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk wel met een heel goed gevoel de kleedkamer in gaat. Hè? Ja, ik denk... we hadden een normale trainingsweek gehad, eigenlijk nog eens, met de beschikbare jongens. We hebben ook iedereen gewaarschuwd voor Loker. We zeiden van puur voetbal, want is het de beste ploeg van de reeks, met voorsprong. Ja, en als je dan natuurlijk 87 minuten met 10 man moet spelen op dit veld, ja, dan speelt het niet echt in je voordeel. Ik ben heel fier op vanaf minuut 4 tot minuut 89, want we hebben het eigenlijk vrij goed blijven belopen en we hebben gewerkt voor onze kansen. En in de omschakeling hebben we dan 2 keer geprikt, in de tweede helft een bal op de lat, nog een 1-op-1 met een keeper dat we missen. Ja, als je daar net dat tikkeltje geluk hebt, komt er misschien terug voor en is het een andere wedstrijd. Maar goed, dan moet je momenten grijpen, dat hebben we niet gedaan. En dan de laatste goal is heel spijtig en heel zuur natuurlijk. Ja. De frisheid, dat zag je langzaamaan weg, Deemsteren, uiteindelijk ook niet onbegrijpelijk. Je voelde wel de tweede helft dat het een andere tweede helft ging, een andere helft ging zijn dan de eerste. Hè? Mm-hmm. Ja, klopt. Allee, ik denk dat we Loker in de eerste helft ook wel zoekende was. Oké, wat doen we precies met die ruimte, met dat overtal? En de tweede helft hebben ze het proberen goed uitspelen en wij kregen het gewoon heel moeilijk. En ja, als je die match nu op een kleiner veld zou kunnen spelen, dan kon het. Maar goed, ik heb in de rust ook gezegd in de spelers, er is eigenlijk maar één ploeg in de reeks die tegen dit Loker met 10 iets kan halen, en dat zijn wij. En we waren er ook heel dichtbij, dus ergens ben ik er ook wel fier op. Maar ja, het blijft heel zuur en het is ook niet onlogisch, zal ik maar zeggen, dat je tegen dit Loker, als je zo lang met 10 speelt, dat je verliest. Je zei zelf daarnet, we hebben nog een keer mee de beschikbare jongens moeten kunnen trainen. Niet moeten, maar kunnen trainen. Voor ons als buitenstaander is dat een raar gegeven. Met een U23-ploeg van een eerste klasser, dat die in onze reeks meedoen. Ja, jullie spelen het spel fair, daar gaat niks van over. Allee, daar zag ik niks over uiteindelijk. Maar dat is wel raar uiteindelijk. Hè? Maar goed, ik denk dat iedereen... ik zal nog niet spreken over de volgende generatie Rode Duivels wil zien, maar ik denk dat iedereen wel doorstroming wil zien. Ja. En dan is dit gewoon een ideaal podium voor die jongens. En vandaag speelde de eerste ploeg een oefenwedstrijd. Oké, normaal jongens die hier meededen, deden ook gewoon mee in die oefenwedstrijd. Dus het is niet dat wij moeten kampioen spelen of altijd met dezelfde elf moeten spelen. En ik heb het gevoel dat eigenlijk elke tegenstander of heel veel tegenstanders dat zien als een nadeel voor henzelf. Maar ik zie het eerlijk gezegd als een nadeel voor ons. Ja. Als je spreekt over competitief zijn. Ja. Wij weten niet altijd in het begin van de week met wie dat we gaan spelen, hoe we gaan spelen. En ik zou liever de hele week, als ik de tegenstander ben, ze spreken over het is moeilijk scouten, maar ja, het is ook vooral niet altijd makkelijk werken om iets neer te zetten. En wij doen ons best en alle spelers doen hun best en er is een goede samenwerking met de AKM. Maar goed, we hebben al 28 verschillende spelers opgesteld nu op 14 wedstrijden. Dus ja, dat is niet altijd makkelijk om er dan een patroon in te slijpen. En daarom ben ik fier dat we dat in de tweede helft wel als ploeg gevochten en gewerkt hebben. Maar het is niet altijd makkelijk. Maar goed, het is in het belang van de ontwikkeling van de spelers. En dat zit wel goed, denk ik. Ja, voor die gasten is het een gigantische leerschool natuurlijk. We wensen jullie daar nog heel veel succes mee. Ja, dankjewel. Succes.